Hey lieve kijker, vandaag een uitgebreide video edit tutorial met als voorbeeld dit interview van Mariana. Zij biedt leiderschapstraining en coaching voor serieuze managers en directeuren. Hier heb ik de video in de app CapCut staan. En ik heb al een aantal stukken eruit gehaald. Ik geef je één als voorbeeld mee. Onthoud, het is voorbewerkt. Dus in deze video leer je supersnel te herkennen wat is nou content, hoe kan je dat gebruiken en hoe in te zetten op TikTok en Instagram voor deze keer. Nou, voorbeeld. Komt er nu aan. Even kijken. Even knuffelen. Cultuurshock. Rebelse dochter. Deze. De meeste werd ontslagen. Nee, er werden 40 banen gewoon in één nacht weg. 40 gezinnen. Die niet meer hadden het zekerheid dat ze zullen volgend jaar op hetzelfde uitkomen. En toch is iedereen heel goed uitgekomen. Omdat hij heeft gevraagd, vertel me wat jij wil. En ik ga kijken binnen mijn macht, wat kan ik doen. Maar eerst moet ik weten, waar wil je heen? Intern of extern, daar ga ik voor je vechten. En als je dat gevoel kan, gewoon bij iemand binnenbrengen, nou, een betere medewerker krijg je niet. Dus dit ging over dat een manager of directeur 40 mensen heeft ontslagen, maar wel tegelijkertijd heeft gezegd, luister, nou, dit moet ik doen, dit is gewoon open communicatie, maar ik vecht voor je, vertel me, wil je een andere baan binnen dit bedrijf vinden of buiten dit bedrijf? Ik ga alles binnen mijn macht proberen om jou daaraan te helpen. En uiteindelijk waren die mensen, zeg maar, daarover tevreden, dat vertelt ze dan later. Die video ga ik ook op mijn YouTube, als het goed is, ook een keer met ondertiteling bewerken en muziekje, dan zie je hoe die in zijn geheelheid eruit zal zien. Maar voor nu ga ik dus nog meer van dit soort stukken vinden, waarin Mariana een beetje de persoon wie ze is, hoe ze naar het leven kijkt, hoe ze onderneemt. En daarin komen ook weer de klanten die ze dient. En als je trouwens commentaar hebt over hoe ze gekleed is, ze heeft de video met haar familie bekeken. En haar man zei nog van, hey, weet je wel, ben je niet bang voor de reacties die je krijgt op social media? Of ben je niet bang? Weet je wel, ben je er bewust van dat mannen kijken naar je en zegt, nou, ik ben gewoon comfortabel in mijn vel. Super relaxed vrouw. Die heeft gewoon hele goede outfits aan. Ja, dus dat wil ik ook nog even gezegd hebben. Oké, we gaan beginnen bij het begin. Dus 3 video interview settings. 1, 2, 3. Ik begin. 41ste verdieping, je gaat helemaal naar de volgende. Dat vluchtte mij. Er is geen bar. We zijn aan het zoeken. Ja, ik had meerdere gesprekken met verschillende mensen. Ik had met mijn leidinggevende gesprek van gaan of niet gaan. Doe het even. En het gaat over toen ze van het werken bij Shell, fulltime werken, naar ondernemen gaan ging. Ze is op haar 40ste begonnen met ondernemen. Wil dat al heel lang doen in haar leven. Doet het nu al een aantal jaren. Dus ze heeft ook een verhaal over haar man. En dat hij zei, je moet minimaal het salaris verdienen wat je bij Shell verdient. Misschien is dat een goede video, die had ik ook gemaakt. Maar zo ga je dus meerdere stukken tegenkomen. Oké, we gaan luisteren. En ik had thuis gesprekken over wanneer is de juiste moment. En ik had met vrienden ook gesprekken. En die zeiden van, ja, dat weet ik niet. Dat ken ik niet. Dat ondernemen is toch risky. Waarom zou je het doen? Je hebt nu alles, dus. En wat had je dus? Dus is ook voor de kijker benieuwd. Ja. Ik werkte bij. Ik stelde Marianne de vraag van, je had alles. En dan kan de kijker benieuwd worden, wat had je dan? Dus misschien gaat ze dat toelichten. Shell? Ja, ja. Zoveel jaar. Ja. Ik heb 15 jaar gewerkt bij Shell. In superleuke posities, superleuke projecten. Ik heb 15 jaar. Als iemand zegt, ik heb 15 jaar gewerkt bij Shell en jij denkt bij Shell of je onderzoekt dingen over olie en gas en het is je interesse, dan ga je verder luisteren als je haar niet kent en niet weet wat ze doet. Ik heb 15 jaar gewerkt bij Shell. Goed, even. Ja. Ik heb 15 jaar gewerkt bij Shell. Dus met het knopje split aan de linkerkant hier, hou ik dus eigenlijk de lijn op het stuk voordat ze gaat spreken, bij de eerste zin. Ik heb 15 jaar gewerkt bij Shell, in superleuke posities, superleuke projecten. En mijn laatste baan was
bij Shell Pernis en Bordijk als capability manager was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 700 man in onderhoud. Ze heeft dus verteld over het werk dat ze deed en dat ze voor 700 man verantwoordelijk was. Maar als ik zeg maar dit zou horen en haar openingszin sprak me aan, ik kende haar niet, weet niet wat ze doet, zou ik in één keer iets meer respect krijgen voor haar. Want ik weet dat ze voor 700 man verantwoordelijk was. En ik weet, ik niet. Ik vind het al moeilijk om met mijn vrouw soms samen te werken, omdat ik gewoon niet altijd even goed ben in de leiderschap. En daar geeft zij trouwens trainingen over. Het is gewoon een leukere bank kon je niet verzinnen. Dus ze zet echt heel mooi. En ik zeg het je, je kan nog de beste video-editor zijn of mooiste kwaliteit hebben. Maar als de persoon die geïnterviewd wordt niet op een bepaalde manier verhalen kan vertellen, dan kan je dus wel zeg maar zo goed, zo'n mooi video hebben. Maar uiteindelijk moet de persoon die aan het vertellen is echt kijken meenemen in het verhaal. Of de interviewer moet doorvragen om de sappige details te halen uit de persoon. En het maakt niet uit of je een verlegen persoon bent of heel extravert bent. Als je gewoon je verhaal vertelt en hoe het zat. We gaan door. Toch gaat de tijd natuurlijk een beetje wringen. Toch gaat de tijd wringen. Weet je, het verhaal gaat door. We gaan door. Ik doe dit stukje weghalen. Ik laat het wel even zien. Ja. Dit stuk doe ik niet te knippen, maar doe ik aanschuiven. Dus ik grijp hem hier en ik zie dat er hier helemaal geen audio is. Zie je dat? Dit is wanneer er geluid is of audio. Dan zie je een geluidsgolf, als ik het goed verwoord. En wanneer je geen geluidsgolf ziet, is de persoon dus waarschijnlijk stil. Dus om zo snel mogelijk te editen, kan ik zeggen, ik split en haal dit stuk weg. Ik wil even zo. Delete. Hebben we dit. Maar ja, kon je niet verzinnen. Maar ja. Kon je niet verzinnen, maar ja. Je kan ook zeggen van, ik heb dit stuk net gesplit. Dit is een nog snellere manier om een video te monteren. Dit stuk gesplit, verdeeld. Ik grijp het, ik vat het bij de heurens. En ik ga naar rechts bewegen. Oké? Ik ga naar rechts bewegen. Heb je hetzelfde idee, kijk maar. Maar ja. Maar ja. Spatie. Dan stopt de video met afspelen. Weer schuiven. Oké. Toch gaat de tijd natuurlijk een beetje wringen. En bij mij was, nu is die tijd. Want als je het nu niet doet, dan ga je het nooit doen. Wat is tijd? Nu is die tijd. Want als je het nu niet doet, dan ga je het nooit doen. Ja, want je had zeg. Ga je het nooit doen. Dit is een mooie short video. Ik ga even de rest weghalen. Voordat we exporteren, laat ik het nog een keer zien. Oké, komt ie. Ik heb 15 jaar gewerkt bij Shell. In superleuke posities, superleuke projecten. En mijn laatste baan was bij Shell Pernis en Bordijk. Als capability manager was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 700 man in onderhoud. Dus gewoon een leukere baan kon je niet verzinnen. Maar ja, toch gaat de tijd natuurlijk een beetje wringen. En bij mij was, nu is die tijd. Want als je het nu niet doet, dan ga je het nooit doen. Nu is de tijd. Ik heb 15. Binnen 21 seconden ruis, ze heeft zoveel verteld. Hè. Ik weet niet of je het doorhebt. Maar Mariana heeft ook verteld van, hey, dit is waar ik werkte en welke functie ik had. En de bedrijfsnaam. Dus ze heeft verteld, ik werkte daar en daar en dit was mijn functie. Dat maakt het verhaal betrouwbaar. Super belangrijk voor als je content begint te delen online. Wees specifiek, zeg niet alleen bijvoorbeeld in haar geval, ik heb gewerkt bij Shell. Ik heb gewerkt bij Shell, dit was mijn positie en dat was de stad waar ik werkte. Bij dat bedrijf. Dan zeg maar jouw bullshit factor wordt bijna niet heel. Des te specifieker je vertelt waar je werkt in dit geval. Nou, dit is als titel nu of nooit. Ondernemen. Oké, dan gaan we door. Dan gaan we door met dit stuk. Want als je het nu niet doet, dan ga je het nooit doen. Ja, want je had zeg maar dat je 40 zou worden. Ja. Ik denk dat de 40, toen ik 40 werd, werd voor mij heel duidelijk. Ik denk dat de 40. Kijk, nu vertelt ze dat ze toen ze 40 was, de stap ging nemen. En net heb ik een 21 seconden video gehad waarin ik dit niet heb toegevoegd. Het zou relevant
zijn voor die topic. Want ze vertelde dat toen ze 40 was, ze besefte van, hey, nu of nooit, als ik nu niet ga ondernemen, dan nooit. In de korte video die ik net had gemaakt van 21 seconden heb ik dit stuk er niet bij gehad, want het kan ook een aparte video zijn. Omdat het een ander begin heeft. Dus die een heeft als begin, ik werkte 15 jaar bij Shell, toen gebeurde zus en zo, en ik dacht, nu of nooit. Nu komt de video, die begint niet met, ik werkte 15 jaar bij Shell, nu begint de video met, ik was 40 jaar oud en dacht in mijn leven, nu of nooit. Zie je, dan heb je dus, als je dit zeg maar mixt met andere type content, en als het goed is heb je in andere video's, als je die kijkt, van mijn YouTube gezien, dat ik ook Mariana video ging editen. Video interview die we hebben gedaan. En daarin zijn ook heel veel persoonlijke stukken over haar familie en ook heel veel andere dingen. Oké, ik ga door, anders raad ik te lang. Want als je het nu niet doet, dan ga je het nooit doen. Ik denk dat de 40, toen ik 40 werd, ik denk dat de 40, En dat 40, stop. Oh. Klik, aanschuiven, dan begint hij hier. toen ik 40 werd. Hier, toen ik 40 werd, ik denk dat de 40, toen ik 40 werd, nee, haalt het begin weg. Ik denk dat 40, ga hij weg. Blijft alleen over toen ik 40 werd. Toen ik 40 werd, werd het voor mij heel duidelijk van, hey, waar ben ik? Het is voor mij heel duidelijk van, hey, Knip. Weg. waar ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik? Geweldig, hè? Ze hebben een hele goede uitspraak. Van hoe ze articuleert. Gewoon heel duidelijk verwoord. Wat heb ik kunnen doen? Ik had vroeger ook heel veel mompelde, trouwens. Ik heb echt met video's, door video's op te nemen, heel erg geleerd van beter uiten. Ik kan helemaal niet zo op de camera aan praten. Dan praat ik een beetje vroeger. Ja, dan zou je niet alles straks aan horen. Dus dat helpt ook, video's opnemen om te oefenen. Wat heb ik kunnen doen? Waar wil ik heen? Ik vind het ook heel sympathiek wanneer Mariana zegt, waar wil ik heen? Ze zegt, waar wil ik heen? Klinkt zo Italiaans. Zo. En zij heeft ook gezegd toen we die dag bij haar flex werkplek waren, op kantoor, zei ze van, luister, ik gebruik mijn accent gewoon, zegt ze, in gesprekken met mensen. Soms zeg ik, ja, Nederlands is niet mijn moedertaal, kan je het nog een keer uitleggen? En dan gaan mensen uitleggen, ze zegt, ik vind het geweldig. Daardoor gaan mensen ook weer meer praten. En komen ze uit hun schulp. En ook wat nog meer. En dan zegt ze bijvoorbeeld, ik versta niet wat je zegt. Zeg maar, ze gebruikt haar accent. En ook andere mensen die werken samen met haar, vertelde ze mij. Omdat ze de manier, of allereerst de persoon wie ze is, super goed bij hun vinden passen. En ze spat er ook gewoon uit. Ze heeft volgens mij nog nooit gekeken. In ieder geval, zoals ik haar toen die dag heb aangehoord, heeft ze nooit echt gekeken naar de manier waarop zij spreekt met een accent. En ik ken mensen die dit zien als een barrière. Daarom benoem ik het. Sommige mensen die een bepaald accent hebben. Ik weet dat mensen die een Frans accent hebben. En dan in het Engels spreken. Ik heb wel Franse mensen ontmoet. En die daar soms onzeker over zijn. Zij ziet het als haar kracht. Dus whoever je spreekt. Al is het perfect Nederlands. Al is het met een mooi accent Nederlands. Dan zet je dat in als je kracht. Dat wil ik even ondertussen gezegd hebben. We gaan door. Er was maar één ding die ik niet op mijn bucketlist had. Ondernemerschap. Deze Er was klap. maar één ding die ik niet op mijn. Er was maar één ding die ik niet. Er was maar één ding die ik. Er was maar één ding die ik niet op mijn bucketlist heeft staan. Maar ze bedoelt zeggen, er was maar één ding die ik. Één ding die ik niet op mijn. Ding die ik niet op mijn bucketlist had. Kijk, dus, iets op je bucketlist Er was hebben. maar één ding die ik niet op mijn bucketlist had: ondernemerschap. Dus het enige ding die ze niet op haar bucketlijst. Ze had wel op haar bucketlijst staan, maar ze had het niet afgestreept van. Dit heb ik nog niet van mijn bucketlijst gedaan. Dus met ondertiteling. Ik voer verschillende gesprekken, video-interviews. Soms zeg ik dingen in een video. En dan luister ik mezelf terug en dan merk ik, hier mist een woord. Of, want tijdens het spreken is echt lastig hoor, om al je woorden helemaal exact te laten kloppen met datgene wat je wil zeggen. Dus een bucketlist, daar heeft ze iets op staan. Ding die ik niet op mijn Ze had dus wel op haar bucketlist staan dat ze wilde gaan. ondernemerschap. Dat ze ondernemerschap wilde gaan doen. Ze had het wel staan. Maar ze zegt, ik had niet op mijn bucketlist staan. Maar ze bedoelt zeggen, ik heb niet op mijn bucketlist afgestreept. Ondernemerschap. Dus dat wilde ze nog gaan doen. Dus dat doe ik altijd dan zeg maar
aanpassen, corrigeren met ondertiteling. Of misschien haal ik het woord niet eruit. Want ik had op mijn bucketlist staan ondernemerschap. Dat hoort bijvoorbeeld te zien te zijn. Oké. Ondernemerschap, die eigenlijk heel lang borrelde in mijn hele systeem. Prachtig, die heel lang borrelde in heel mijn systeem. Oké. En toen dacht ik, als je nu niet doet, ga ik nooit doen. Is het Dus, klaar? Is het klaar? go. Heel leuk. Dus, Let's go. go. En dan aan het einde zou ik een tekst toevoegen van wanneer ga jij ondernemerschap dat op je bucketlist staat aanpakken? En dat is hoe je het op Instagram kan delen. Op Instagram heb je dus een video waarin bijvoorbeeld je een persoonlijk verhaal deelt met een beschrijving van in de bucketlist. Wat heb jij op je bucketlist staan? Dat zou ik op TikTok zetten. Wat staat op jouw bucketlist? Wat je wil afstrepen, dat zou ik op TikTok plaatsen in de beschrijving. En ik zal in de volgende video's wel laten zien van hoe doe je dan letterlijk die beschrijving typen en hashtags en zo. Maar ik heb het gewoon over de beschrijving. Dus je hebt de video, je wilt een tekst bij die video in de beschrijving. TikTok heel simpel. Wat staat op jouw bucketlist? Of heb jij een bucketlist? Ja, nee, zie mensen antwoorden. En sommigen gaan zeggen wat erop staat. Dan heb je meer interactie. Op Instagram is, heb je ondernemerschap ook als je bucketlist? Of dan heb je het gewoon specifiek over het onderwerp en het vak dat je beoefent. Of wat je doet, ondernemen. En daar heb je vaak een net ander publiek. Hoe mensen content consumeren op TikTok is iets anders. Andere keer vertel ik daar iets over. Dan op Instagram. Is heel anders. En dan op LinkedIn is ook weer anders. Facebook ook weer anders. YouTube ook weer anders. Heb ik het een andere keer over. Anders wordt het te lange video. Net had ik diploma op mijn zak, internationale economie, en ging ik naar Nederland. Ik moest wachten 4 maanden tot mijn. Oh, die had ik al geknipt. Even kijken, waar waren we gebleven? Volgens mij was het een shock. Volgens mij waren we Het hier. leuke was. Ja, ik was hier. Er was maar één ding die ik niet op mijn. Maar ja, toch gaat de tijd natuurlijk een beetje wringen. Hier. Ik heb 15 jaar gewerkt. Want als je het nu niet doet, toch ga je het nooit doen. Die hebben we al. Als je het nu niet doet, ga je het nooit doen. We hebben een tweede variant van haar post. Weet je wat het is? Mensen zien je online. Mensen die jou kennen. Die denken van, hé, je hebt het al gehad over. Toen ik 40 werd, werd het voor mij heel duidelijk van, hey, waar ben ik? Wie ben ik? Wat heb ik kunnen doen? Waar wil ik heen? Die denken misschien wel, hé, je hebt al verteld over hoe je van werknemer naar ondernemer ging. Dit is een andere openingszin. Dus toen ik 40 was, die andere was toen ik 15 jaar bij Shell was. Ik ga heel erg in op de inhoud, dat merk je. Dus je kan denken van video editen, Marco, laat me gewoon zien hoe je het knipt en de coole effecten. Daarvoor kan je een andere video bekijken. Ik zit heel erg op de inhoud. En ook hoe je dat dan post. Want als je bijvoorbeeld vertelt hoe je van werknemer naar ondernemer ging, kan je daar echt wel vaker over vertellen. Vanuit verschillende startpunten van die video. Dus toen ik 40 was, besefte ik zus en zo. Of ik heb 15 jaar bij Shell geweest, gebeurde dit. Toen dacht ik wil ondernemen. Oké. 1000 kilometer rijden. Gaan exporteren. Toen ik 40 werd, het voor mij heel duidelijk van. Hey. Even bijknippen. Maar wat ik hier doe, ik ga helemaal inzoomen zodat je het ziet. Ik zag, hé, hier wordt niks gezegd. En kijkend naar haar mimiek, is er ook niet echt een toevoeging. Ze doet niet iets met haar mimiek of non-verbale communicatie, handen op camera. Dat kan ik weghalen. Weghalen, dit is de andere tip voor jou als je video's snel wil editen. Weghalen, inzoomen. Nog een keer. Stilte weghalen. Selecteer het videofragment door hier te klikken of hier. Inzoomen. Iets verlagen, zodat de tekst in verhouding tot de afstand, tot het gezicht goed blijft. Oké. Okay. Toen ik 40 werd, werd het voor mij heel duidelijk van, hey, waar ben ik? Wie ben ik? Wat heb ik kunnen doen? Dan dacht ze na, dat kan nog. Dacht ik na, dus ze heeft over denken en ze doet dan even. Hey, waar ben ik? Wie ben ik? Wat heb ik kunnen doen? Ik? Wat heb ik kunnen doen? Ik? Wat heb ik kunnen doen? Waar wil ik heen? Er was maar één ding die ik niet op mijn. Nou, dit is de video. Toen ik 40 werd, werd het voor mij heel duidelijk van, hey, waar ben ik? Wie ben ik? Wat heb ik kunnen doen? Waar wil ik heen? Er was maar één ding die ik niet op mijn bucketlist had, ondernemerschap. Die eigenlijk heel lang borrelde in mijn hele systeem. En toen dacht ik, als je nu niet doet, ga ik nooit doen. Dus go.
Aan het einde doe ik nog even een extra zoom-in moment. Toen dacht ik, als je nu dit doet, ga ik nooit doen. Dus go. En toen dacht ik, als je nu dit doet. Als je nu niet doet. Heel serieus. En toen dacht ik, als je nu dit doet, ga ik nooit doen. Dus go. Exporteren. Ja. Doe meestal een titel zodat ik het wel kan terugvinden. Dan heb ik hier ook een folder. Cancel. Deze niet en deze niet. Er zijn nu 11 video's geselecteerd. Ga door. Zie hoeveel er. Het is 42 minuten en er zijn al wat video's uitgehaald. Hè? En helemaal gemonteerd met ondertiteling, geluidseffecten. Zie hoeveel er uit te halen valt. Gewoon. Kijk dan hoeveel we nog hebben. Dus ik hoop dat het inspiratie geeft van waar je wel niet over kan delen allemaal. En dat helpt je consistent zichtbaar te zijn. En noem het maar op. Kijk wel even altijd hier, want ik had een keertje geen geluid aan. Ik check soms de opties. Sorry. Er is hier zo'n balk. Ik doe het opnemen via Zoom trouwens, deze YouTube video's. En er is een balk en die laat je het geluid van de PC delen met de kijker. En ik had bij een video had ik dat niet gedeeld. Dus soms dan doe ik het even checken. Volgens mij zie je het niet eens, maar ik wil het even zeggen. Oké, okay, ga door. Je lult te veel. Je lult te veel, Marco. Goed. Was kan monteren. Ben ik heen en terug aan het gaan? Oh ja. Kijk waar ik was gebleven. Oké. Okay. Het is goed is hier. Go. Waar heb je je man ontmoet? Ik heb mijn man ontmoet in Moldavië. Ik was aan het werken voor een internationaal project. En hij kwam daar ook daar werken. Deze video heb ik al geselecteerd. Dus gaan door. Mijn man had gedacht, zij wordt mijn vrouw. En ik dacht, nou, we shall see. Ik ben in de buurt. Die heb ik ook al. Dus dat heb je een tijdje volgehouden. Ik was aan het voorbereiden om MBA in Amerika te doen. Of misschien naar... Die heb ik ook al, als het goed is. Hoe is de datingwereld dan in Moldavië? Want jij ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, dus... En dan in Moldavië? In Moldavië had ik best wel veel vrienden. Super interessant toch om te horen over hoe iemands leven was in een ander land voordat ze naar Nederland kwamen, weet je wel? Of superleuk. Ik weet niet of iedereen dat superleuk vindt, maar ik denk dat het wel interesse kan opwekken. En als het toch over jezelf gaat en je vertelt een wijze les of iets grappigs, is het prima om te delen. In Moldavië had ik best wel veel verklaren en alles en wijze. In Moldavië. Kijk, ik lul doorheen in mijn interview, niet goed. Stel, knip ik eraf. In Moldavië had ik best wel veel vrienden. Mijn familie daar en alles. En wij zijn heel passievol. Wij zijn gewoon, niks is te gek en kleurrijk. En ik had dus zo'n man die echt had ontmoet een man, dat was Richard. Die dan bleef van niks, van dat wat kleurrijker aan te gaan. En toen dacht ik, oh my freaking god, dit wordt hartstikke ingewikkeld. En dat werd mijn challenge. En dat werd mijn challenge. Om hem om te turnen. Dus ik heb in onze eerste week. Dat hoe ze haar man heeft ontmoet en dat hij niet zeg maar zo super kleurrijk was, zoals ze verwoord. Misschien bijvoorbeeld energiek of iets. En zegt dat was mijn challenge om hem om te turnen. Om hem te veranderen daarin. En dat is hoe relaties elkaar aanvullen, merk ik. Dat is echt wel liefde. Je vult elkaar aan in de liefde. Dus mijn vrouw is net anders dan ik op heel veel vlakken en ik anders dan zij. En zij irriteert zich aan die dingen en ik aan die van haar. En dan neemt ze een beetje over van mij, wat ze eigenlijk niet eens leuk vindt, maar wat wel een mooie toevoeging is aan haar karakter. Nu ga ik filosoferen, we gaan door. Dus ik heb in onze eerste week samen, heb ik op de to-do-lijst gezet, ik ga hem gek maken van Moldavië. Hij zegt dat het niks is, nou, we zullen het zien na een week. En wat is er allemaal in Moldavië? Dus waar werd hij dan? Nou, ik denk dat... voornamelijk werd het gek van mij natuurlijk, maar... Wat verhaal verder? Nou, ik denk dat... Aanschrijven. Voornamelijk werd...
Namelijk werd het gek van mij natuurlijk, maar ja, ik ben een avontuurlijk persoon. Nou, ik denk dat voornamelijk werd het gek van mij natuurlijk, Je leert echt een persoon kennen, zeg maar, die als je dan persoonlijk verhalen wilt. Echt goed. maar Voor je persoonlijk merk. ja, ik ben een avontuurlijk persoon. Maar ja, ik ben een avontuurlijk persoon. Dus ik zei, we gaan er gewoon nu in een korte tijd geef ik je een. Even kennen. En je ziet het, hè? Ik doe hier elke keer die stukjes zonder geluid. Gewoon gelijk aanschuiven. Ik zie dat. Split het. Aanschuiven. Gaat gelijk door. Ja, een tour. Dus een tour. Dus eten. Dus ik gaf haar man een tour in Moldavië. Want ze dacht, ik moet hem even. Hup. Dus eten, muziek, natuur, spontaniteit, mensen ontmoeten, gesprek voeren. Dat is wie wij zijn. En ik hoop dat je die gastvrijheid voelt. Nee, dat voelde die, want die kwam weer. Nou, het verhaal gaat nu, wordt nu rond. Nee, dat voelde die, want die kwam weer terug. Niet van Moldavië ken ik, begreep ik achteraf. Terug. Niet van Moldavië ken ik, begreep ik achteraf. Dat kwam dus terug, niet voor Moldavië, kennelijk, dus waarschijnlijk voor haar. Weet je wel? Nippen. In Moldavië had ik best wel veel vrienden. Mijn familie daar en alles. En wij zijn heel passievol. Wij zijn gewoon, niks is te gek en kleurrijk. En ik had dus zo'n man die echt, had ontmoet een man, dat was Richard. Die dan bleef van niks van dat wat kleurrijk krijg aan te gaan. En toen dacht ik, oh my freaking god, dit wordt hartstikke ingewikkeld. En dat werd mijn challenge. Zoom ik in en dat werd mijn challenge. De nadruk wordt gelegd met haar woorden. Dus om daarbij in te zoomen is heel krachtig. Soms ben ik iets aan het tellen en doe ik een beetje de hele tijd zo, of niet zo snel, maar heel droog. En dan kan ik wel de nadruk leggen, of sorry, dan kan ik wel de nadruk leggen met het beeld, maar als ik dan nog steeds zo aan het praten ben, dan is het minder krachtig dan als je al zelf. En dat werd mijn challenge. Als je zelf met je woorden een nadruk legt. Oké. Okay. Freaking god, dit wordt hartstikke ingewikkeld. En dat werd mijn challenge. Ingewikkeld. En dat werd mijn challenge. Om hem om te turnen. Dus ik heb in onze eerste week samen heb ik op de to-do-lijst gezet. Ik ga hem gek maken van Moldavië. Van Moldavië. Omdat ik de video korter dan een minuut wil maken, haal ik dus de lachmomenten eruit, hier. Weer my challenge. My challenge, die haal ik er ook uit. Dan zie je dat het is opgeschoven. Let op de 1 minuut balk hier. Hij is nu verder dan een minuut. Nu nog verder dan een minuut, zie je dat? Verder dan een minuut. Het is 1 minuut en 2 seconden. Ja, dus als je hier ook kijkt, waar mijn muis is, 59 seconden gemaakt. Dan kan die als YouTube short geplaatst worden. Dus ik heb je verteld van, hey, als je het op Instagram deelt, dan heb je een net andere tekst dan als je het op TikTok deelt. TikTok vaak gesloten vraag, hele simpele vraag. Voor een breder publiek op Instagram mag je het gewoon koppelen aan het thema en je vak wat meer. Op YouTube, dus daar heb ik niet echt over hoe je het op YouTube moet delen. Daar wil ik in de andere video's over hebben, als YouTube short. Dat je meer kliks krijgt en ook de mensen die erop klikken dat ze langer kijken. Waardoor je meer weergave krijgt, groeit in abonnees. Maar YouTube Shorts, en dat zijn deze video's. Laat ze aan je zien. Nou, ik weet het wel, hè. Maar ik dacht, ik ga ervan uit dat alles wat ik zeg, als je dat voor het eerst keer hoort. Daarom leg ik het misschien beter uit. Dit zijn shorts, die duren maximaal 59 seconden. Die kunnen niet een minuut duren. Dit zijn langere video's. Okay? Ook die van mij heb je geklikt, als het goed is. Oké, nu gaan we terug hier naartoe. En ik heb het gevoel dat, ik heb gezegd, dit is een uitgebreide video edit tutorial. Dit is een uitgebreide basis video edit tutorial. Maar ik ga wel even aan jou laten zien van als je dus deze video exporteert, hoe je hem nog beter kan maken. Ik ga hem exporteren en ik ga de ondertiteling onzetten, muziek onzetten via PC CapCut. Dat moet ik wel doen, want anders klopt het niet met de YouTube thumbnail die ik heb gemaakt en de titel van deze lange YouTube video. Deze ging over een man ontmoet.
Oké, dan gaan we dit doen. Klik het weg. Ja, dus klik het weg. Dan gaat hij automatisch weer openen, als het goed is. Ja, komt hij al? Heb ik dus een nieuw project gedaan. Dus ik wil niet vanuit die hele lange video gaan monteren. Ik wil het eerst exporteren als korte video. En dan die korte video gaan monteren. Hij is aan het laden. Dan hebben we als voorbeeld één video. Shell. Deze video. Dirk. 33 seconden. Hoe snel kan je een 33 seconden video monteren? Dus deze is al voorbewerkt, zoals we die bij die andere video's deden. Dus dit is een uitgebreid tutorial, dus muziek. Klik hier op muziek, heb je verschillende type soorten. Over het algemeen beats. Ja, ik wist me zo ver niet. Dat is dan weer tijdsgebonden, weet je wel. I like it, een beetje corporate, een beetje business style, een beetje vrolijk. Past bij haar karakter. Ik doe hem op minder decibel, dat moet ik ook laten zien natuurlijk. Dus als ik hem zo afspeel, dan laat ik je eerst horen. De meeste werden ontslagen. Nee, er werden 40 banen gewoon in één nacht weg. 40 gezinnen die niet meer hadden het zekerheid dat ze zullen volgend jaar op hetzelfde uitkomen. Dus het is een te vrolijk liedje voor het thema. Het thema is 40 mensen werden ontslagen, dus dan wil je iets dramatischer. Nee. Er zit wel moois tussen. Het is gewoon allemaal gratis muziek trouwens, wat je binnen CapCut kan vinden. Ik zou het wel benoemen, de Suspicious and Dangerous Laboratory BGM Loop en dan dit nummer. Music used of. En ik zou wel dat benoemen bij YouTube-video's, dat je geen claims krijgt. Maar over het algemeen kan je dit soort muziek gewoon gebruiken. Volgens mij is het non-copyright, dus je kan het gewoon gebruiken. Nou, tweede stap, als je niet echt muziek vindt waarvan je denkt dat past hierbij, dan doe je intypen dramatic, want ik wil iets dramatisch. Vaak in het Engels, volgens mij in het Engels het beste. Overdreven. Dramatische trailer. Prachtig. Muziek inkorten, zodat gelijk begint bij. Kom maar. De meeste werd ontslagen. Zie je hier gelijk een hele andere setting. De meeste werd ontslagen. Nee, er werden 40 banen gewoon in één nacht weg. Dus muziek kan je video maken of breken. In principe als je video zonder enige muziek zelfs gewoon goed genoeg is en leuk, informerend, inspirerend, opbouwend aan het kijken is, dan is dat ook gewoon oké. Okay, weet je wel, het is niet dat je gelijk een muziekmaker hoeft te worden of weet ik veel wat. Maar het voegt nu wel iets toe, vind ik. Wat vind jij? Die niet meer hadden het zekerheid dat ze zullen. Video eerst monteren. 40 gezinnen. Pauze weghalen. Soms heb ik dat beter voorgemonteerd, voorbewerkt, soms minder goed. Hadden. Dus achteraf wil je het ook nog even checken. Heb je de pauze eruit gehaald? Hadden het zekerheid. En ook bijvoorbeeld, soms zeg ik de of het, dan niet goed. Zoals in dit geval wordt er gezegd het zekerheid, dan zou ik met de ondertiteling de zekerheid doen. Maar dat ga je straks zien. Dat ze zullen volgend jaar op hetzelfde uitkomen. Komen. En toch is iedereen. 40 mensen werden ontslagen, er was veel onzekerheid, maar was dat toch de zekerheid dat het goed zou komen? Komen. En toch is iedereen heel goed uitgekomen, omdat hij heeft gevraagd. Omdat de manager heeft gevraagd. Vertel me wat jij wil. Vertel me wat jij wil. Intens moment, vertel me wat je wil. Zoomen we in, ja?
Hij heeft gevraagd, vertel me wat jij wil. En ik ga kijken binnen mijn macht, wat kan ik doen? Maar eerst moet ik weten, waar wil je heen? Wat kan ik doen? Nu gaan we iets doen wat je nog niet eerder hebt gezien in deze video. Vanaf dit punt, je ziet de witte lijn, heb ik op video geklikt, ga ik naar position and size en klik op dit sterretje, heet keyframe. En ik wil dat die automatisch gaat inzoomen tot aan dit stuk. Dit is al weer fout, dus hier moet die, oh sorry, hier moet die alweer uitgezoomd zijn. Het gaat voornamelijk om het inzoomen. Let maar op. Ik heb twee keyframes, dit en dit. Drie, want hij moet ook weer uitzoomen. Maar let maar op. Wat kan ik doen? Maar eerst moet ik weten, waar wil je... Gaat hij langzaam inzoomen. Van punt A naar B. En bij punt C, de keyframe, gaat hij weer uitzoomen. Doen. Maar eerst moet ik weten, waar wil je heen? Intern of extern? Daar ga ik voor je vechten. En als je dat gevoel kan gewoon bij iemand binnenbrengen, naar een betere medewerker krijg je niet. Dus deze video gaat over hoe je de beste medewerker krijgt, snap je dat? Hoe je dus als manager, ook al moeten er mensen ontslagen worden, je er toch voor die mensen bent, dezelfde mensen die je hebt moeten ontslaan, die het slechte nieuws aan moeten brengen. Oké, tekst, auto captions, touch, creative. Gaat hij de ondertiteling laden? Dan bij de ondertiteling. En je kan via mobiel. Ik ga ook in de toekomst video's maken waarbij ik via mobiel edit. Daar ben ik sneller. Kan je nog meer type ondertiteling kiezen? Nog meer type ondertiteling. Hier doe ik. En ik heb toevallig bij deze gekozen. Voor haar. Maar ook andere kiezen, hoofdletters doen, andere kleur, deze ook netjes. Ik heb gekozen voor deze via de mobiel, dus die hou ik ook hier aan. Omdat ik dacht, less is more. De meesten, dus grammatica kennen, is ook een grote plus. Ik weet de meesten, ik ging dat vroeger zo checken. Meeste is bijvoorbeeld niet correct Nederlands, meesten wel. Meester of meesten, dan moet je echt checken als je een ondertiteling aan het doen bent. Als meester naar personen verwijst en zelfstandig gebruik wil schrijven we meesten. Dus dat verwijst nu naar personen, dus ik moet met een N zetten. Maar hij doet de automatische ondertiteling, deed hij de meeste. Dus dan moet je ook even controleren. De meeste werd ontslagen. Ja, er werden 40 banen gewoon in één. Ja, één nacht. Eén nacht. In één nacht. Gewoon in één nacht weg. In één nacht weg. Eén nacht weg. Weg. 40. Dat zijn 40 gezinnen. Gezinnen die niet meer hadden het zeker. Dat zijn 40 gezinnen die niet meer de zekerheid hadden. Gezinnen die niet meer. Die niet meer de zekerheid hadden. Hadden het zekerheid dat. Er hadden het zekerheid dat ze zullen volgend jaar op. Dat ze volgend jaar op hetzelfde zullen uitkomen. Uitkomen. En toch is iedereen heel goed. Twee spaties gedaan, aanpassen. Is iedereen heel goed. En toch is iedereen heel goed uitgekomen. Toch is iedereen er heel goed uitgekomen. Komen. Want de volgende zin is. Komen. Omdat hij heeft gevraagd, vertel me wat jij komt. Goed uitgekomen. Keyframe. Soms sla ik wel hard op het woord. Keyframe. Klik op de video. Zoom in. Kijk. Uitkomen. Omdat hij heeft gevraagd, vertel me wat jij wil. En wat je wil. Besef. Aanhalingstekens. En ik ga kijken binnen mijn macht. Ik ga kijken binnen mijn macht. Wat ik kan doen. Wat
kan ik doen? Maar echt, wat kan ik doen? Doen. Ik kan doen. Maar eerst moet ik weten. Maar eerst moet ik weten. Het is zo'n mooi verhaal. Eerst moet ik weten. Dit is zeg maar toch een perfect voorbeeld van als een manager of een directeur in een situatie zit van mensen zullen moeten ontslagen worden of ik heb mensen ontslagen, ik voel me rot over. Dan kan je dus nog steeds gewoon empathisch vermogen tonen en zeggen van hey, binnen mijn macht heb ik echt alles gedaan en geprobeerd, weet je wel. Ik vind het echt een perfect voorbeeld. Dus dan zie je dat je op een hele laagdrempelige manier toch jouw informatie kan delen zonder de leraar uit te hoeven hangen of zonder een ander iets te moeten adviseren online, weet je wel. Echt een goed voorbeeld. Waar wil je heen? Waar wil je heen? Intern of extern? Oh, weet, extern. Daar ga ik weer. Vecht. Dan ga ik voor je. Als je dat gevoel kan gewoon bij iemand binnenbrengen. Een betere medewerker krijg je niet. Nu gaan we emojis. Emoji wiki. Wil je emojis toevoegen? Want dit doe ik gewoon via mobiel normaal gesproken. Doe ik de tekst monteren. En dan doe ik emojis erbij. Nou, gaan we eerst afluisteren. De meeste werd ontslagen. Nee, er werden 40 banen gewoon in één nacht ontslagen. Nee, er werden 40 banen werd ontslagen. De meeste werden ontslagen. Nee, er werden 40 banen gewoon in één nacht. Weg. 40 gezinnen die niet meer hadden het zekerheid dat ze zullen volgend jaar op hetzelfde uitkomen. En toch is iedereen heel goed uitgekomen. Omdat hij heeft gevraagd, vertel me wat jij wil. En ik ga kijken binnen mijn en wat je wil, dan moet ik niet een uitspraak doen, want de zin gaat door. Vertel me wat jij wil. En ik ga kijken binnen mijn macht, wat kan ik doen? Maar eerst moet ik weten, waar wil je heen? Intern of extern, daar ga ik voor je vechten. En als je dat gevoel kan, gewoon bij iemand binnenbrengen, naar een betere medewerker krijg je niet. Mooi. Ik wil dus emojis toevoegen, maar ik wilde ook even checken. Het is een uitgebreide tutorial. Binnenbrengen, is dat één woord of twee? Dat weet ik niet. Nou, blijkbaar wel. Leer je heel veel Nederlands. Binnenbrengen. Ja, dat is één woord. Weet je, ik denk niet dat elke Nederlander die weet of zo, maar het is binnenbrengen. Nou, kan ook, hè. Emoji. De meeste werd ontslagen. Nee, er werden 40 banen gewoon in één nacht weg. De meeste werden ontslagen. Chockerend. Shock. Diep dat in. Dan kan je zeggen van, het is niet echt mijn stijl. Weet je wel, dan kan je ook zeggen, ik doe zonder emojis, kan ook. Oh, nee, dat kan niet. Wel, kan dat wel? Wacht even hoor. Is dit nou, jongens? Ja, wat gebruiken. En door. Kom op, jongen. Hup. Moet ik mijn adblock? Nou, soms heb je dus adblock. Dat moet je van sommige websites uitzetten. Dat ze kan gebruiken. En als het goed, ja, ik kan het wel toevoegen hier. De meeste werden ontslagen. Ach, nee, er werden 40 banen gewoon in. Weg. Smoke. Ja, als rook. Dit wil ik. Alleen smoke. Zoek deze emoji. Dat is één emoji. Ik zoek gewoon echt air. Alleen dit gedeelte. Zo van, het is verdwenen, het is weg. Je kan het ook zo doen. Een smoke emoji. Dan pak je dit.
papier plak. Weg. Oef, weg. Weg. 40 gezinnen die niet meer. Zinnen. A family emoji. Ja. 40 gezinnen. Zeg maar, het kan, ik kan het nog uitgebreider doen. Ik ga je laten zien wat ook kan. Dus niet hoe ik het doe over het algemeen, maar dat is hoe het ook kan. Ik ga naar pexels.com. Dan zoek ik een stock videomateriaal, dus een gratis reclame videobeeld van een bepaalde sfeer, zoals familie op elkaar zitten. Wat ik over de video plaats van de video die ik aan het monteren ben. Ik heb dus een video nodig van een gezin. Het is echt wel een gezinnetje toch? Ik ga het wel voor deze doen. Dit heeft ook een bepaalde naam wanneer je dus video's op video zet. Ik ben hem even kwijt, misschien herinner ik het straks. Dus die volg ik toe. Het zijn 40 gezinnen. Kijk, hoe ik de video van de gezinnen groter maak. Ook wel iets doen. Oké. Okay. Dan doe ik. 40 gezinnen die niet meer hadden het zekerheid dat ze zullen volgen. 40 gezinnen. Dat is een kleine weg. 40 gezinnen die niet meer hadden het acht weg. 40 40 gezinnen. Dan denk van, ik wel dat je ze even goed ziet. Dus voeg wel iets toe in dit geval. Weg. 40 gezinnen die niet meer hadden het zekerheid dat ze zullen volgend jaar op het... Dit noem je b-rolling. Ik heb het herinnerd. B-rolling is het plaatsen van foto's of beelden over jouw videobeeldmateriaal heen. Nou, bij film- en televisieproductie is B-roll, B-roll, B-reel of B-reel aanvullend alternatief beeldmateriaal dat al wordt afgewisseld met het hoofdshot. De term A-roll verwijzend naar hoofdbeelden is buiten gebruik geraakt. Oké, die bestaat dus niet meer. Dat term. Dus B-roll is B, is dus de eerste letter na A, dus een alternatieve beeldmateriaal dat afwisselt met het hoofdshot. Hoofdshot is in dit geval een letterlijk hoofdshot. Dus in plaats van dit hoofdshot, ja, doe ik B-roll er boven toevoegen. Dan heb je dus... Weg. 40 gezinnen die niet meer hadden het zekerheid dat ze zullen volgend jaar op hetzelfde uitkomen. En... Op hetzelfde uitkomen, dan wil ik ook wel een money emoji. Want op hetzelfde uitkomen, ja. Dat is wel duidelijk in de context waarin ze het zegt. Maar voor de kijker wil ik het nog duidelijker maken. Op hetzelfde uitkomen. Het gaat om geld. Dat het gezin gewoon geld heeft. Emoji. Oké? Op hetzelfde uitkomen. En toch is iedereen heel goed uitgekomen. Omdat hij heeft gevraagd. Vertel me wat jij wil. Hij heeft gevraagd. Een question in person emoji. Raising hand emoji. Hij heeft gevraagd, ja. Hij heeft gevraagd. Dus of je nou emojis kiest, wat volwassenen gebruiken, kinderen gebruiken, iedereen gebruikt emojis. Ik kan het even goed horen. Iedereen gebruikt emojis. Ik zie dat die een beetje vastloopt. Ik kan het even goed gaan horen. Laat me weten in de YouTube comments of dat het geval was. Ik zoek een man, want hij. Kopiëren. Andere huidskleur. Dat is goed. Want hij heeft gevraagd. Ja. Wat hij heeft gevraagd. Dubbele punt. Dus omdat hier aan het einde dubbele punten komt, doe ik aan het begin de emoji. Ten opzichte van hier, waar het aan het einde is. Waar het aan het einde is, ja. Vertel me wat jij wil. En ik ga kijken binnen mijn macht. Wat kan ik doen? Maar eerst moet ik weten. Waar wil je heen? Intern of weet ik. Ik had dit niet eens door. Internet. Soms vertaalt het ding het niet goed. Ik moet je even aanpassen. Of intern. Waar wil je heen? Intern of extern?
Ja, absoluut. Weten, waar wil je heen? Waar wil je heen? Intern of extern? Daar ga ik voor je vechten. En als je dat gevoel kan gewoon bij iemand binnenbrengen, naar een betere gaan we met die werken. Binnenbrengen. Brengen naar een betere gaan we met die werken. Brengen naar een betere. Ik wil dit, dat zeg maar. Ik wil niet dat zo in en uitzoomt. Zo slordig in en uitzoomt. Brengen naar een betere. Brengen naar. Dan moet de plus. Deze keyframe hier. Ik heb hier, ik wil wel dat hij inzoomt tot aan hier. Langzaam. Binnenbrengen naar. Wil je uitzoomen? Hier de keyframe. Nu zie je mijn snelheid editen. Binnenbrengen naar een betere gaan we met de werker krijg je niet. Net was zeg maar dat hij ging uitzoomen en dan gelijk weer inzoomen. Want dat laatste shot heb ik al voorbewerkt dat hij ging inzoomen. Oké, we gaan hem checken. De meeste werden ontslagen. Ja, er werden 40 banen gewoon. Ze werden ontslagen. De meeste werden ontslagen. Ontiteling moet wel gelijk lopen met hoe de persoon spreekt. De meeste werden ontslagen. Ja, er werden 40 banen gewoon in één nacht weg. 40 gezinnen die niet meer hadden het zekerheid dat ze zullen volgend jaar op hetzelfde uitkomen. En toch is iedereen heel goed uitgekomen. Omdat hij heeft gevraagd, vertel me wat jij wil. En ik ga kijken binnen mijn macht, wat kan ik doen? Maar eerst moet ik weten, waar wil je heen? Intern of extern? Daar ga ik voor je vechten. En als je dat gevoel kan gewoon bij iemand binnenbrengen naar een betere medewerker krijg je niet. Iemand kan binnenbrengen, een gevoel binnenbrengen, dan ga ik ook even dubbel checken. Of overbrengen. En dan zou ik nog een gevoel binnenbrengen. Dat weet ik niet zeker. Hoe ga je overbrengen? Passie, je moet passie overbrengen. Dus ik denk dat je gevoel dan ook moet overbrengen. Nou, dat is ook mooi op één zin. Binnenbrengen naar alleen. Een betere gaan we met de werker krijgen. Dat is ook een puntje, puntje, puntje. Zie je ook bij films. Puntje, puntje aan het laatste einde van de zin. En dan het begin van de volgende zin. Een betere gaan we met de werker krijg je niet. De meeste werken. Gaan we exporteren. Dus je hebt de belangrijkste dingen geleerd in deze tutorial, wil ik zeggen. Als het goed is, begrijp nu hoe je kan in- en uitzoomen, snel stilte kan weghalen, een begin kan selecteren voor je short video, hoe je passende muziek eronder kan plaatsen, wat gewoon gratis en makkelijk te gebruiken is. Hoe je kan werken aan wat er wordt gezegd in de video en dat de ondertiteling klopt, want de ondertiteling die het automatisch doet, klopt ook soms helemaal niet, moet je ook erop letten. Waar je de nadruk op legt, hoe je let op wat je weghaalt als er stilte is, waar de persoon is, zeg maar, iets met de mimiek en dus de non-verbale communicatie aan doen, hou je het erin en dan ga je het dus exporteren. Netjes in de map. Dan noem ik dit fully edited, volledig bewerkt. Dan kun je dat manual ontslaan. En dan komt het dus in de map. Bewerkt, zit ik nog in volledig bewerkt. Dan kijk ik, de map ontstaan al. En op deze wijze heb je dus een video volledig gemonteerd. Ik weet niet of dit naar verwachting was toen je klikt op de video van zo, nou, ik wil dit leren en ik heb in één keer misschien andere dingen laten zien. Misschien vond je het wel interessant. En laat in elk geval weten in de reacties. Like deze video, want ik stop er ja, tijd letterlijk een onderdeel van mijn levensenergie in om jou iets bij, om iets aan jouw leven bij te dragen. In de hoop dat je ook makkelijk, sneller content gaat maken. En ook inziet waar je wel niet allemaal over mag delen online. Voel je vrij om dat te blijven doen. En tot de volgende keer. Ciao, ciao.